Wat betreft ontwikkeling op de markt, hè? Er is toen ik heel veel speelde, toen was online poker was het ding. Nu is online poker al niet meer, nog steeds wel groot, maar is al lang overvleugeld door bijvoorbeeld sportweddenschappen. Ja. Eigenlijk is sportweddenschappen zie ik ook als een van de weinige spelen waar een belangrijk strategisch aspect nog in zit. Hè? Waar je in potentie, als je heel goed bent, nog winnend kan spelen. Zie jij in de omgeving dat ook? Dat er ook veel pokeraars zich daarmee bezighouden? Ja, ik zie heel veel pokerspelers die ook aan sportsbetting doen. Zijn daar vrij goed in. Ja. Die kijken gewoon wat voor, weet je, die kijken heel anders naar een wedstrijd dan een gemiddelde voetballiefhebber of wat dan ook. Toevallig inderdaad een hele goede speler, Morten Mortensen, die kwam ik op Malta tegen en die vertelde erover dat hij bijna niet meer pokerde, maar eigenlijk alleen maar sportsbetting deed. Ja. Dan blijft de passie voor poker nog wel altijd inzitten, want ik zag hem ook in Barcelona, dus die vindt dat nog steeds heel leuk. Maar die doet dat wat ik al zeg, ieder zijn ding. Ja, zeker. Maar je kan niet je ogen voor sluiten en maar denken, we laten het gewoon een beetje zo, maar wij willen er niks mee te maken hebben, want het is niet goed. Nee. Ik bedoel, weet je, in Holland Casino is het ook geregeld dat mensen na een tijdje een gesprekje krijgen of weet ik het wat. Ja, we leven in een online wereld. Iedereen zit vastgeklit aan zijn telefoon. Dus je kunt je voorstellen dat iedere app die je kunt downloaden, daar moet je wel een beetje bewust van zijn dat dat gebeurt. Ja. En dan denk ik, regel het. Er zit nog een ander aspect aan. Ja. Nederland loopt knetterveel belastinggeld mis, doordat het nog niet is gereguleerd. Nee. Maar echt al 6 jaar, knetterveel belastinggeld. Ja, het is zelfs aangeboden door de aanbieders om alvast vooruit het belastinggeld dat eigenlijk betaald zou moeten worden al te betalen. Konden ze geen ja tegen zeggen natuurlijk ook, maar is wel ooit aangeboden. Mm-hmm. En dat is, het zal rond de 20% gaan liggen. In Portugal is het overigens 15%. Het moet wel aantrekkelijk blijven natuurlijk voor aanbieders om, want het is een extra kostenpost van 20% of 15% of weet ik het wat. En het is normaal gesproken 29% kansspelbelasting. Maar het moet wel aantrekkelijk blijven om legaal te worden. Want anders kun je net zo goed illegaal blijven opereren en dan maakt het toch niet uit. En dan kost je minder. Maar ze willen dus legaal worden. Maar doordat het dus nog steeds niet geregeld is, terwijl elke keer al toegezegd is van dan gaat het naar de Kamer en het niet gebeurd is, lopen we al jaren in Nederland allemaal belastinggeld mis. Mm-hmm. Is het super onhandig geregeld voor de speler, want die moet elke keer een aangifte doen, terwijl in andere landen hoeft dat allemaal niet meer, want dat is net als je zou toch naar Holland Casino gaan en dan heb je geroulet en dan moet je even een belastingformulier gaan opvragen. Dat is feitelijk wat er nu gebeurt. Ja. Maar er is een voorheffing. Dat is de reden waarom je dat niet hoeft te doen. Holland Casino draagt al van tevoren af. Dat is wat de providers ook zouden gaan doen. Dat zorgt er dus ook voor dat we niet afhankelijk zijn van hoe goed onze spelers zijn in Nederland. Nee, er wordt sowieso 20% waarschijnlijk, dat is een fictief bedrag, percentage, wordt afgedragen aan de Nederlandse overheid. En het meest bizarre is nog dat ze voor afgelopen jaar dat al in hadden begroot. Dat was al ingeboekt. Klopt. Was al ingeboekt. Dus kun je nagaan, we hebben eigenlijk een tekort, mensen. We hebben nu een tekort, omdat het nog niet gereguleerd is. Er is gewoon wil van die bedrijven om legaal te worden en om echt iets te doen in de maatschappij. Dus ook om echt sportsponsoring te doen. Waar men ook zo bang voor is dat er geld van, weet je, de lotto, dat dan weggaat uit de sport. Mm-hmm. Nee, er komt juist ook geld naar de sport. Denk aan Bwin, denk aan al die sportsponsors. De lotto in Engeland is heel groot. Maar er zijn ook allemaal andere sponsoren nu daar die ook gewoon vrij op de markt bewegen. Dat heeft nu geen zin om te doen. Mm-hmm. Dat is zelfs, dat kun je bijna wettelijk gezien niet doen. Klopt. Dus dat wordt nu niet gedaan en dat wordt allemaal tegengehouden. Terwijl er zijn wel mensen in Nederland die gewoon op die site spelen. Dus ja, het is zo onhandig. Ja. Maar het is gewoon een impopulair onderwerp. Omdat mensen in Nederland zijn onwetend. Dat begrijp ik ook. Want ja, als je dat niet speelt, weet je ook niet precies hoe het gaat. En als je inderdaad een familielid gehad. Ik heb een teamgenootje van mijn tennis, die heeft er hele erfenis aan Yatse weggespeeld. Yatse. Ik bedoel, maar als ik zeg, ik yatseerde altijd op trip met mijn kamergenootje, denkt niemand, was dat verslavend? Toch? Dan denk je niet verslavend. Als ik zeg poker of gokken, dan denk je niet aan yatse. Nee. Als er één tip is die jij zou kunnen geven aan de mensen in Den Haag op dit dossier, wat zou dat dan zijn? Nou, geef toe dat je gewoon niet zo heel veel ervan weet. Mm-hmm. En handel niet alleen vanuit angst. Ja.
of vanuit eigen belang, want dat is sowieso al niet de bedoeling. Maar vraag aan de wereld die er bekend mee is, mm-hmm. wat er nodig is. Want dat zijn de klanten. Ja. Ik ga ook niet, als ik alle klanten van de Bijenkorf wil weten wat ze doen, ga ik ook niet bij de mensen in Oeganda vragen wat ze nou graag bij de Bijenkorf zouden willen zien liggen. Nee. Dus vraag het aan de juiste mensen. Mm-hmm. En ik ga ook niet voor hun inschatten wat ze nou willen kopen. Nee, weet je, dan ga ik vragen bij de Bijenkorf wat is allemaal verkocht. Mm-hmm. Welke producten zijn er interessant? Dan ga ik bij die mensen langs die daar veel kopen. Dat is de doelgroep. Ja. En niet de mensen die het niet spelen en er, of er iets tegen hebben. Mijn moeder is niet de doelgroep. Nee. Die was heel bang. Mm-hmm. Is ook angstig. Mag, weet je wel. Maar als je merkt als je mensen meer informatie geeft, dat ze dan het veel genuanceerder gaan bekijken. En dat ze zien van ja, weet je, het is ook iets wat in deze wereld gewoon een markt is. Een grote markt zelfs. Ja. Een hele grote markt. Dus het is heel belangrijk dat je daar iets van regulering omheen maakt. Je hebt net eigenlijk al aangegeven op welke punten je dacht dat je nog zou kunnen verbeteren. Hoe tevreden ben je nu met de resultaten die je tot nu toe hebt neergezet? Ben je tevreden? Of denk je van, ik ben helemaal niet tevreden, want daar en daar heb ik net op het beslissende moment het niet gehaald. Of misschien vind ik mezelf op bepaalde punten nog wel niet goed genoeg. Hoe tevreden ben je? Nou, ik ben helemaal nog niet tevreden. Ik heb wel redelijk resultaten en ik heb best wel veel bij elkaar gespeeld, maar niet een groot toernooi gewonnen. Ja. En dat wil ik gewoon heel graag. Ja. En ondanks dat ik weet dat je ook in die eindfase moet je ook goed runnen. Dus je moet wel redelijke kaarten krijgen. Want die anderen zijn gewoon ook goed. Dus je moet daar iets mee. Merk ik dat ik ongeveer halverwege het toernooi dat ik iets agressiever moet gaan spelen. En daar moet ik me gewoon nog meer in ontwikkelen. Om me daar comfortabeler in te voelen tegen de beste spelers van de wereld. Dus daarom heb ik ook in Barcelona een high roller gespeeld. Voor 10k. Hem niet mezelf weet je, direct in ingekocht, maar gewoon een satellite gespeeld. En die gebinkt, die gehaald. En dan die 10k gespeeld. Mm-hmm. En dan zit je echt met echt goede spelers. En daar dus agressief tegen spelen. Nou ja, dag 2 gehaald. Een hele heftige bluff de eerste dag. Lukte. En alles lukte eigenlijk, maar ik runde ook wel goed. En dag 2, een paar goede handen gespeeld, was ik ook alweer up. En toen één grote bluff mislukte. En was ook geen goede bluff. Dus ja, weer van geleerd. Toen ik speelde, toen waren mijn tegenstanders, die kwamen nog uit het oude Lifetime-perk. Hè? Ja. Maar tegenwoordig, ja, nou ja, zo is het. Ja. Tegenwoordig, de overgrote meerderheid die in het poker wordt voorgesteld, die is begonnen online. Dus die zijn begonnen met heel veel handen spelen, heel veel mathematiek ook, gebruik van heel veel statistieken. Ja. Dat verandert het pokerspel heel, heel erg, hè? Het is heel erg veranderd de laatste 5 of 10 jaar, vind je? Ja, het is heel erg veranderd. Het heeft zich echt als een malle ontwikkeld. En je ziet inderdaad veel meer online spelers. Jonge gasten die gewoon echt heel slim zijn. Mm-hmm. En ja, hele goede, optimale beslissingen maken. Maar daar kun je soms ook gebruik van maken. Want ze hebben soms echt niet door dat ze als een razend tekeer gaan met een aanmaling. Of weet je, die live tells, die hebben ze vaak niet zo onder de knie. Hoewel, ik moet zeggen dat ik dat de laatste tijd ook wel beter voor hun vind worden, zeg maar. Mm-hmm. Dus ze zijn er wel bewuster van. Mm-hmm. Ze zijn echt veel omvattender bezig, dus dat is eigenlijk wel jammer. Jij komt uit de hockeysport. Als online wetgeving gereguleerd wordt en sportweddenschap wordt ook in Nederland meer beoefend, legaal beoefend, kan het bijvoorbeeld ook impact hebben voor de hockeysport? Is dat in positieve zin of in negatieve zin? Hoe zou dat kunnen zijn? De grap is dat providers van sportweddenschappen worden vaak gezien als de aanstichters van, wat is het? Wedstrijden verkopen, dat soort dingen. Maar het is juist helemaal niet in hun belang dat dat gebeurt. Mm-hmm. Zij zijn juist heel erg daarop tegen. Dus is regulering juist heel belangrijk voor hun. Mm-hmm. Anyhow, voor de hockeysport is best wel een geldtekort. Dus het zou heel mooi zijn als er juist van dat soort bedrijven kunnen investeren in de sport. Ja. Want dat wordt, nou ja, te weinig gedaan. Ja. Hoe gaat het trouwens met de hockeysport? Ik volg het niet op de voet. Nou, maar de dames zijn net tweede geworden in Engeland op het Europese kampioenschap. Dus dat was jammer. Maar aan de andere kant denk ik altijd dat EK. Wij werden ook tweede op het EK in 2007. En toen 2008 werden we Olympisch kampioen. Poker wordt nog wel eens gezien van een bepaalde hoek met een negatieve insteek. Ik heb zelf ervaren bijna alleen maar positieve dingen. Eigenlijk alleen maar dingen die ik heel erg leuk vond. Mm. Kan jij iets een mooi verhaal, iets leuks vertellen over wat moois wat je meegemaakt hebt? Nou, ik ben gewoon een rijker mens geworden. Ja.
omdat ik dingen in een breder perspectief kan plaatsen. Doordat ik mensen uit verschillende landen ontmoet. Ja. En op een bepaald niveau leer denken. En contact maak met mensen. Ja. Waardoor ik heel anders tegen het leven aankijk. Misschien niet heel anders, maar gewoon... Nou ja, niet beter, maar breder. En dat komt doordat ik met allemaal mensen uit verschillende culturen praat. Die allemaal op een... Ook wel een tikkeltje eigenwijs zijn. Want ze doen natuurlijk toch iets wat niet gewoon is. Ja, het is toch net wat anders. Mm-hmm. En dat vind ik eigenlijk het mooiste eraan. Mijn talen worden beter. Het is echt... Ja, het is gewoon cool. En deze zomer was trouwens wel echt heel cool. Yeah. Dat was een soort van... nou, mooi moment. Ik zat op World Series in Vegas. En er doen dus weinig vrouwen aan mee. Aan die grote toernooien. Dit was een $10,000 toernooi. Het is een wereldkampioenschap van poker eigenlijk. Mm-hmm. In Las Vegas. Dat weet jij ook, maar dat weet niet iedereen. En zoals ze in Oeganda trouwens niet weten wat de Olympische Spelen zijn. Even tussendoor. Maar dat terzijde. Dus ik zat daar te spelen en het was dag 3 of zo. En toen riepen ze daar steeds om. Weer welke wereldkampioenen eruit waren gegaan. Weet je, die waren gebust, dus die lagen uit het toernooi. Maar ook wie er nog in zat. En er was een oude Tweede Wereldoorlog veteraan die er nog in zat. Van 92, die zat op zijn rolstoel. Dus er zat iedereen aan tafel van zo... Wat zou het zijn als hij de November 9 haalt, dus de final table, want die wordt niet in juli gespeeld, maar in november. Mm-hmm. Wat is de kans dat hij doodgaat voor die tijd? En wat gebeurt er dan met zijn stek? Trouwens, dat weet ik inmiddels, wat er dan zou gebeuren, maar hij heeft het niet gehaald. Hij is niet dood, maar hij heeft niet de final table gehaald. Ik weet niet of die man nog leeft, maar goed. Hij had het wel naar zijn zin. In zijn rolstoel zat hij lekker te spelen. Maar op een gegeven moment riep ze dus ook om door drie zalen met echt duizenden mensen... En de chipleader bij de vrouwen, want er zijn er nog maar 30 van de, nou echt 3000 of zo, left, is Fatima Moreira de Mello, 3-time Olympic champion. Dus ik had ineens 2 gouden medailletjes erbij. Dus dat was top. Fatima Moreira de Mello, dus gelijk ESPN-camera's kwamen allemaal. En ik zo'n beetje natuurlijk zo van gegeneerd dat ik echt niet 3 gouden medailles heb, maar wel 3 medailles. Nou ja. Zat ik aan tafel. Dus dat was wel mooi. Dat zijn echt Amerikanen. Die vertellen echt het verhaal. Die vertellen ook het verhaal achter de mensen. Dus ook een sit-down interview met ze gehad in zo'n green room. En daarna kreeg ik nog mails van een foto sturen van mijn jeugd, van mijn hockeycarrière. Dus die maken daar echt een background story van. En dat, omdat, weet je, we hebben vaak dingen tegen Amerikanen, maar ik vond dat toch wel heel cool. Ja, dat was gewoon leuk, weet je wel. Vaat, dankjewel voor het interview. Ja. Jullie thuis, als jullie vragen hebben voor deze lieftallige dame op deze stoel, die meestal wel eerlijk antwoord geeft, stuur dan je vraag in naar rolf@ikbenkoa.nl of stuur het naar ons Twitter-account @ikbenkoa. Komende Masterclassics in november, grote Masterclass of pokertoernooi in Amsterdam, is Fatima erbij, zal ik daar aan haar jouw vragen stellen.